Als je zelf een wond gaat maken, kun je heel simpel beginnen door eerst gewoon wat latex op de huid te stippelen. En daarna pak je een klein beetje keukenrol of toiletpapier. En dan ga je er gewoon wat meer latex weer overheen stippelen, zodat het echt goed aan de huid vast gaat plakken. Plak je gewoon nog een stukje papier eroverheen. Totdat je uiteindelijk 3 à 4 laagjes hebt en je het dik genoeg vindt om er daadwerkelijk een wond van te kunnen maken. Want als dit droog is, dan ga je het eigenlijk openmaken. Deze latexflapjes die kun je dan aan de binnenkant helemaal inkleuren. En dan ga ik ook hier zo op die randjes een beetje het bloed toevoegen. Paarsige tinten die komen meer in de huid naar voren wanneer iemand overleden is. Dus ik vind het heel fijn om met heel veel paarsige tinten te werken en dit te combineren met geel. Een beetje kijken naar de menselijke anatomie. Dus waar zou het gezicht echt ingevallen zijn? Zoals hier op de, net onder de kaakbeenderen. Ik heb hier een uitstekend kaakbeen wat ik dan wat lichter hou. Bij de neus zou het invallen. Tadaa! Het is mijn eerste zombie van vandaag.